Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. Chloe's poppenkast. Peppa en haar familie gaan op visite bij tante en ome Big en nichtje Chloe. Ik denk dat ome Big na de lunch meteen in slaap valt, zoals hij dat altijd doet. Papa Big, zoiets zeg je toch niet over je eigen broer? En zeker niet waar de kinderen bij zijn. Maar het is waar. Ome Big eet altijd te veel tijdens de lunch en dan valt hij in slaap. En snurkt dan heel hard, zo van... Peppa, George, vergeet maar wat ik net zei over ome Big. Oké, papa. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij tante en ome Big. Hallo, tante en ome Big. Hallo. Hallo allemaal. Hallo, grote broer. Ome Big is de broer van papa Big. Chloe is het nichtje van Peppa en George. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, George. Ik wil jullie iets laten zien binnen. Wacht op ons. Kijk, dit is mijn splinternieuwe poppenkast. Mijn papa heeft die voor mij gemaakt. Wauw. Ik heb nu al 2 poppen gemaakt. Deze pop heet Chloe. Hallo, ik ben Chloe Big. En deze hier is mijn papa. Ome Big. Hallo, Peppa. Ik ben ome Big. Chloe, mogen wij ook poppen maken, George en ik? Ja. Chloe schildert de ogen van de pop. Mag ik de mond doen? Oké. Mijn naam is Peppa. George, hoe moet jouw pop er gaan uitzien? Dinosaurus. Dinosaurus? George zegt overal dinosaurus op. Op alles, hoor. Oké. Een enge dinosauruspop dus. Chloe maakt voor George een dinosauruspop. Ik geef hem scherpe tanden. Kijk, een enge dinosaurus. Geef hem de lunch, iedereen. We komen. Na de lunch geven we een poppenshow. Tante Big heeft voor de lunch spaghetti gemaakt. De spaghetti is verrukkelijk. De beste van de wereld. Het is te zien dat jullie 2 broers zijn. Als 2 druppels water. Hoe bedoel je dat? We zijn compleet verschillend. Peppa, George en ik geven straks een poppenshow. Fantastisch. Roep als jullie klaar zijn. Goed, tot straks. Poppenkast, dat klinkt leuk. Heb ik nog tijd voor een bord spaghetti? Mag ik dan misschien ook nog? De poppenkast gaat nu beginnen. Hallo, mijn naam is Chloe. En ik ben Peppa. Help, een dinosaurus. Een enge dinosaurus, help. Oh, wat leuk, ontzettend goed. Bravo. Ik ben ome Big. Hallo, ome Big. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho. Hij lijkt erg op jou. Ze hebben mijn buik wel erg groot gemaakt. Ho, ho. Wat heb ik lekker geluncht. Ome Big, ga je nu in slaap vallen en snurken zoals je altijd doet? Wat bedoel je? Papa Big zegt dat je altijd in slaap valt en heel hard snurkt. Zo van... Ho, ho, jouw papa heeft gelijk. Ik snurk inderdaad zo. Oh, papa Big, je had ze dat beter niet kunnen zeggen over ome Big. Ik denk niet dat papa Big en ome Big jullie horen. Papa Big en ome Big zijn in slaap gevallen. Je kan zien dat het 2 broers zijn. Wat is er gebeurd? Huh? Is de poppenkast al begonnen? Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big.
Hallo, opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh, waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa. Dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, blijf van mijn zaadjes af. Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk, we hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi. Ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig. Ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppa vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben. Geheim. Mama Big heeft een speciale doos voor Peppa gemaakt. Peppa, deze doos is alleen voor jou. Dank je, mama. Het is een geheime doos om je geheime dingen in te bewaren. Wat voor dingen kan ik er dan in stoppen, mama? Dat moet jij bepalen, Peppa. Het is jouw geheime doos. Ik weet wat ik erin ga stoppen. Mooi, maar vertel het me niet. Ik zeg niks tegen jou, of tegen George, of tegen papa.
Het is een geheimpje. George, dit is mijn geheime doos. Hij is nu leeg. Ik moet iets gaan zoeken om erin te stoppen. George wil Peppa helpen. Nee, George. Alleen ik mag weten wat erin zit. Jij moet buiten wachten totdat ik klaar ben. Peppa zoekt wat geheime dingen om in de doos te stoppen. Mijn geheime doos zit helemaal vol. George, je mag er niet in kijken. George wil graag weten wat er in Peppa's geheime doos zit. Als je wilt, mag je wel gaan raden. Dinosaurus. George denkt dat meneer Dinosaurus in de doos zit. Oh, George. Jij hebt het altijd over meneer Dinosaurus. Hoe dan ook, een dinosaurus past niet in deze doos. George kan niet raden wat er in de doos zit. Papa Big maakt een schilderij schoon. Papa, dit is mijn geheime doos. Heeft mama voor me gemaakt. Dat is heel mooi, Peppa. Wat zit erin? Dat is een geheim. George probeerde het te raden, maar hij had het niet goed. Mag ik het eens proberen? Ja! Heb je mijn bril er soms ingestopt? Nee! Je bril staat op je neus. Je hebt gelijk. Malle papa, je moet het wel goed raden. Oké. Heb je mama's schoenen in de doos gestopt? Nee, en nu mag je niet meer raden. Peppa houdt van geheimen. Mama, niemand weet wat er in mijn doos zit. Oh, wat heeft George daar? George heeft ook een geheime doos. Hij heeft er van alles in gedaan. Alleen George weet wat erin zit. Oh. Peppa wil weten wat er in de doos van George zit. Dat is George's dinosaurus natuurlijk. Nee. Het is niet de dinosaurus die in de doos zit. Het is veel te moeilijk. Ik raad het nooit. Peppa vindt geheimen niet meer zo leuk als eerst. Misschien als je George iets uit jouw doos laat zien, dat je ook iets uit zijn doos mag zien. Oké. Maar we moeten het wel tegelijk doen. Dat is een goed idee. Als ik tot 3 tel, laten jullie allebei zien wat erin zit. Klaar? Ja. 1, 2, 3. George heeft een trommel. En Peppa heeft een trompet. Geweldig. Ja, dat klinkt erg mooi. Hebben jullie nog meer geheimen? George heeft een donut. Oh. Maar Peppa's doos is leeg. Ik heb niks meer. Gelukkig ik wel. Kom maar met me mee. George, Peppa, Mama Big en Papa Big vinden donuts allemaal lekker. Ik heb geen speciale doos. Maar ik weet wel een goede plek om een donut te verstoppen. Kunnen jullie raden waar? Ga je hem misschien verstoppen in de koelkast? Nee, op een veel specialere plek. Mijn buik. Heerlijk. Ik ga de mijne in mijn buik verstoppen. Ik ook. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo, eendjes. De eendjes willen brood. Sorry, mevrouw eend. We hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot.
De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging je hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal. Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar één bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws? Sport? Ah, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook heen? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas! We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eendjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. Schoolkamp. Peppa en haar klas gaan op schoolkamp. Mevrouw Gazelle, ik voel me niet zo lekker. De bus rijdt nogal hobbelen. Oh nee, Pedro Pony heeft een beetje last van wagenziekte. Arme Pedro, kom maar voorin zitten, bij mij. Zo, voelt dat al beter? Een beetje wel, ja. Mevrouw Gazelle? Oh, voel jij je ook niet lekker, Zoe? Misschien voel ik me straks niet lekker. Mag ik dan toch alvast voorin komen zitten? Mag ik ook voorin zitten? Alsjeblieft. En ik ook. Ah, oh, het spijt me, kinderen. Maar jullie kunnen niet allemaal voorin. Oh. Niet zo sip, want hier is de kampeerplaats al. Hoera! Heel veel plezier allemaal. Tot ziens. Ah, oh, dit is onze kampeerplaats. Adem maar eens goed de frisse boslucht in, iedereen. Oh. Uitstekend geademd. En nu gaan we de tenten opzetten. Peppa en haar vrienden gaan hun tenten opzetten. Luister eens. Nu kiest iedereen een maatje om de tent mee te delen.
Suzy, zullen wij een tent delen? Nee. Maar dat heb ik al aan Zoe beloofd. Oh, sorry Suzy, maar ik heb al met Kelly afgesproken. Maar Kelly, jij zou toch met mij samen gaan? Oh ja. Nee. Olivia, met wie ga jij samen een tent delen? Met Zoe. Oké. Mooi, dan kunnen wij nu wel samen. Dat is goed. En nu moet ik stokken voor het grote kampvuur hebben. Wij gaan ze zoeken. Maar Pedro en ik willen al stokken zoeken. Oh, jullie mogen allemaal stokken gaan zoeken. Peppa en haar vriendjes zoeken allemaal naar stokken voor het grote kampvuur. Goed gedaan. Het is avond geworden en iedereen zit rondom het grote kampvuur. Kinderen, zullen we een liedje zingen? Ja! Het bingbonglied, alstublieft. Oh, dat weet ik niet. Oh, alstublieft, zing het bingbonglied. Goed dan. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Boom, bing, boom. En nu allemaal up naar bed. Welterusten allemaal. Welterusten, mevrouw Gazelle. Peppa en Suzy kruipen hun slaapzak in. Ik heb een zaklamp. Ik ook. Alle kinderen opletten. Vanaf nu geen druggiegel meer. Wat was dat voor een gek geluid? Dat weet ik niet. Daar hoor ik het alweer. Suzy, waar ga je nou naartoe? Mevrouw Gazelle, ik ben een beetje bang. Oh, wil je liever binnenkomen? Ja, graag. Mevrouw Gazelle, ik denk dat ik ook een beetje bang ben. Mag ik dan ook binnenkomen? Natuurlijk. Misschien dat ik straks nog een beetje bang word. Ik denk dat ik straks ook bang word. En ik ook. Kom binnen allemaal. Wilt u het bingbonglied nog eens zingen? Dat is goed. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Mijn verjaardagspartijtje. Peppa is vandaag jarig. Het is heel vroeg in de morgen. Ik ben vandaag jarig. George, word wakker. Ik ben jarig. Ik heb straks een partijtje. En papa zal voor ons gaan goochelen. Kom, George, dan maken we mama en papa wakker. Mama en papa Big zijn nog diep in slaap. Word wakker, ik ben jarig. Word wakker. Hoe laat is het? Oh, heel erg laat. Het is pas 5:00 in de ochtend. Ja, de tijd vliegt voorbij, hè? Oké, je verjaardag mag beginnen. Jippie! Mama Big, papa Big en George geven Peppa haar verjaardagscadeau. Gefeliciteerd, Peppa. Oeh. Wat is het? Een pappenjurk. Die mag Teddy aandoen. Bedankt allemaal. Graag gedaan, Peppa. Ik wist niet dat Teddy een meisje was. Oh, papa. Natuurlijk is Teddy een meisje. Ik vind mijn jurk heel mooi. Bedankt allemaal. Graag gedaan, Teddy. Maak hem niet vies, hè? Weet je wat er nu gaat gebeuren, Peppa? Ja. Mijn vriendjes komen op mijn verjaardagspartijtje. En papa gaat voor ons goochelen. Niemand zal weten dat ik de goochelaar ben. Jij stelt me voor als de magnifieke Mysterio. De Mankesterio. Ja, de magnifieke Mysterio.
Papa is al de hele week zijn goocheltrucs aan het uitproberen. Mijn vriendjes zijn er! Yippie! Hier zijn Peppa's vriendjes. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Hallo allemaal! Gefeliciteerd, Peppa! Nee. Kom kinderen, het feest gaat beginnen. Hoera! Papa Big gaat goochelen. Peppa, je weet nog wat je moet zeggen, hè? Dames en heren, hier is hij dan. De magnifieke Mysterio. Oké, papa. Dames en heren, hier is goochelpapa. Hoera! Mijn eerste truc. Abracadabra. Oh. Wauw, het is Teddy. Voor mijn volgende truc heb ik een assistent nodig uit het publiek. Ik! Ik hoef er maar één. Jonge dame, jij was de eerste. Vertel het publiek eens hoe je heet. Suzie Schaap. Oké, Suzie. Hier zijn drie ballen. Een rode, een blauwe en een gele. Oké. Nu moet jij er eentje uitkiezen, terwijl ik omgedraaid sta. Oké. Heb je gekozen? Ja. Abracadabra! Je koos de gele. Nee. Abracadabra! Blauw. Nee. Abracadabra! Rood. Ja, het is rood. Hoera! Malle goochelpapa, je zei alle kleuren. St, Peppa, niet doorvertellen. Hoho, willen jullie nog een truc zien? Ja, graag! Ogen dicht, niet kijken, zegt de toverwoorden abracadabra. Abracadabra! Doe je ogen maar weer open. Oeh! Hoera! Mijn bananen verjaardagstaart! Blaas de kaarsjes maar uit, Peppa. Hoera! Papa? Bedankt allemaal. Dit was mijn allerleukste verjaardag ooit. De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat hij dan groeien? Nee, Suzie. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oeh. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Een stripboek. Dat is goed, Peppa. Muziek? Uitstekend, Suzie. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Hoho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama! Capsule. Ah, papa Big. Precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk.
Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. Oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. Oh, en dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. Wat heb je een piepstemmetje, papa? Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. Gekke kleine papa Big. Tijdcapsules maken is dolle pret, maar ze opgraven is nog veel leuker. Het schoolfeest. Vandaag is de dag van het schoolfeest. Peppa heeft er heel veel zin in. Hier zijn Peppa's vrienden. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Ik hou van het schoolfeest. Ik ook. Wat vind jij het leukst? Gezicht verven. Ik de ballonnen. Ik vind het springkasteel het leukst. Ik vind alles leuk. Wat een goede keus, Peppa. Tot zometeen, Peppa. Tot zometeen. George, wat vind jij het leukst? Dinosaurus. Oh jee, hier zijn geen dinosaurussen, George. Misschien vinden we wel een dinosaurusballon. Hebben ze hier wel dinosaurusballonnen, papa Big? Dat weet ik wel zeker. Mogen George en ik ons gezicht laten beschilderen? Tuurlijk. Juffrouw Konijn maakt tijgers van Peppa's vriendjes. Kijk eens aan, Suzie. Nu ben je net een tijger. Dank u wel, juffrouw. Wauw, wat een mooi gezicht, Suzie. Ben je een poesje? Nee, ik ben een tijger. Peppa, zal ik jou ook beschilderen? Ja, graag. Mag ik als een olifant? Oh jee, die heb ik niet in mijn vingers. Wat dacht je van een tijger? Ja, een tijger. Kijk eens aan, Peppa. Nu ben jij ook een tijger. Ik ben een tijger. George, wat wil jij graag zijn? Dinosaurus. Dinosaurus? Wat dacht je van een tijgertje? Ben ik heel goed in? Ik ben een tijger. En ik ook. Miauw. Een tijger zegt niet waf waf. Hoe weet jij dat? Tijgers zijn grote katten. Miauw. En ik ben een kat. Kaatje, wil je ons voordoen hoe een tijger doet? Oké. Een tijger sluipt langzaam naar voren. En dan... Tijgers likken zichzelf graag schoon. Maar het mooiste is de blije tijger die brrrt. Hallo kinderen. Oh, kijk
nou toch? Mooie tijgers. En ik leer ze echt tijgers te worden. Wat willen de tijgertjes nu graag doen? Dinosaurus. Juist, ja. We zoeken voor George een dinosaurusballon. Iedereen mag een ballon. Hoera! Dag mevrouw Gazelle. Heeft u wat ballonnen voor ons? Natuurlijk. Ik heb heel veel verschillende. Mag ik die met die olifant daar? Alsjeblieft, Peppa. Mag ik de kangaroo? Die leeuw graag. Het aapje graag. De papegaai. Ja, ik heb ze allemaal. Maar het belangrijkste is een dinosaurusballon voor George. Oh jee, laat ik nou net geen dinosaurusballon bij mij hebben. Niet huilen, George. Ik heb een idee. Mag ik twee van die lange ballonnen? Let goed op, jongens. Wat doet papa Pig met die ballonnen? Kijk, weet iemand soms wat dit is? Is het een kangaroo? Nee, het is een... dinosaurus. Precies, een dinosaurus. Papa Pig heeft een dinosaurusballon gemaakt. Dinosaurus. Nu naar het sprinkelsteel. Peppa is gek op het sprinkelsteel. Iedereen is gek op het sprinkelsteel. Dit is het leukste schoolfeest ooit. Papa hangt een foto op. Mama en papa Big hebben een nieuwe foto van Peppa en George. We zouden deze foto moeten ophangen aan de muur. Dat doe ik wel. Ik ben de klusjesman hier in huis. Weet je zeker dat je dat kan? Tuurlijk. Ik sla een spijker in de muur en hang de foto eraan. Heel goed dan. Ik ga op visite bij oma en opa Big. Ik zie je strakjes. En geen troep maken, hoor. Troep? Tot ziens. Tot ziens. Papa, mogen we je helpen met ophangen? Kijk maar mee. Dan leren jullie hoe het moet. Eerst heb ik een rolmaat nodig. En een potlood. Daar sla ik dan de spijker in de muur. Maak de muur niet stuk, papa. Nu heb ik een hamer en een spijker nodig. Let op, kinderen, en kijk hoe een vakman dit doet. Papa Big gaat de spijker in de muur slaan. Maak de muur niet stuk, papa. Doe niet zo mal, Peppa. Makkelijk als wat. Oeh, dat was niet de bedoeling. Papa Big heeft een grote scheur gemaakt in de muur. Oh, papa, je hebt de muur stuk gemaakt. Het is maar een klein scheurtje. Het schilderij hangt er toch voor. Kijk. Ik kan de scheur nog steeds zien, papa. Ja. Ik haal de spijker eruit en vul de scheur op. Maar maak geen troep, papa. Ho, doe niet zo mal, Peppa. Hij komt al los. Wow. Oh, papa. Nu heb je de muur echt stuk gemaakt. Denk je dat mama het zal merken? Ja, ik ben bang van wel. Snel, George. Wat gaan zij nou doen? Papa, kijk, we zien je. Papa Big moet de muur repareren voordat mama Big thuis komt. Steen graag. Eerst vult papa Big het gat op met stenen. Zo. Daarna stuukt papa Big de muur. Ho, makkelijk als wat. En tenslotte verft papa Big de muur. Oh,
Zo goed als nieuw. De muur is gerepareerd. Maar kijk eens naar de rommel die er gemaakt is. Oh nee zeg. Snel opruimen voordat mama terugkomt. Eerst wast papa Big vlug Peppa en George. Peppa gaat stofzuigen. En papa Big ruimt het gereedschap op. Mama! Mama Big is weer thuis. Mama! Mama is terug. Snel, doe alsof er niets gebeurd is. Hallo. Hallo. Wat hebben jullie uitgespookt? Oh, niets hoor. Ja, ik kan zien dat jullie niets gedaan hebben. Ik dacht dat jullie de foto zouden ophangen. In alle drukte is papa Big vergeten om de foto op te hangen. Oh. Goed, ik ben geen expert, maar volgens mij is dat vrij simpel. Zo. Ja, dat leek inderdaad simpel. Maar toen jij het deed, papa, leek het erg moeilijk. Sst. Peppa, niet doorvertellen. Bellen! Peppa en George drinken limonade. Wat een lawaaiige biggetjes. George, moet je al die kleine belletjes zien? Ik kan grotere bellen maken. Peppa blaast bellen in haar limonade. Bellen! George wil ook bellen blazen. Peppa, George, niet met jullie limonade spelen. Sorry, papa. Peppa, als je bellen wilt blazen, doe dat dan maar liever met je bellenblaas. Ja, goed idee, mijn bellenblaas. George, laten we gaan bellenblazen in de tuin. Peppa laat George zien hoe je bellen moet blazen. Eerst doop je de steel in de bellenblaas. Dan haal je diep adem en blaas je. Bellen! George, nu is het jouw beurt. Doop de steel in de bellenblaas. Haal hem eruit. Haal diep adem. En blaas! George blaast zo hard als hij kan, maar hij raakt buiten adem. George, je hebt niet hard genoeg geblazen. Ik weet wel hoe George bellen kan maken. Doop de steel in de bellenblaas, haal hem eruit en zwaai ermee rond. Bellen! Het gaat nog beter als je ermee remt. Wacht op mij! George vindt het leuk om bellen te maken. En Peppa vindt het leuk om ze te laten knappen. Ik ben dol op bellen. Oh nee, de bellenblaas is op. Papa, mama. De bellenblaas is helemaal op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een emmer? Wat zeep? Een tennisracket? Wat is papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow. Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow.
Is alles goed, papa Big? Ja, ik ben nog heel. Wow. Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Rotspoelen. Peppa en George gaan met oma en opa Big een dagje naar het strand. Peppa en George zijn dol op het strand. Oh, waar is het zand naartoe? Op dit strand is er geen zand, Peppa. Geen zand? Maar we willen zo graag zandkastelen bouwen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh, u heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Auw. Auw. Stoute meneer krab. Kijk, George. Meneertje krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja, we gaan nog een rotspoel bekijken. En wat zie je? Een zeeschelp. Kan je de zee erin horen? Wat bedoelt u, oma? Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de zee. Wauw, ik kan de zee horen. Ik hou van mijn zeeschelp. George, ga jij ook naar een zeeschelp op zoek? Schelp! Dat is geen schelp. Oh. Peppa heeft gelijk. Dat is geen schelp. Wat George heeft gevonden is een fossiel. Wat is een fossiel? Een fossiel is het overblijfsel van een dier dat heel lang geleden leefde toen er dinosaurussen waren. Dinosaurus. Grrr. Wat zijn rotspoelen leuk! Ja, ze zijn leuk voor ons, maar niet voor dit kleine visje. Een visje? Waar? Oeh! Arm klein visje, hij zit gevangen. Oh! Het kleine visje zegt dat hij terug wil naar de zee. Waarom gebruik je de emmer niet? Om hem te redden? Ja! Peppa redt de kleine vis met haar emmer. Maak
je niet druk, kleine vis. Je bent zo weer bij je vriendjes. Tot ziens, meneertje vis. Tot ziens. Ik hou van rotspoelen. De verjaardag van Papa Big. Vandaag is Papa Big jarig. Papa Big moet naar zijn werk. Papa, ik wou dat je niet naar je werk hoeft op je verjaardag. Ik ook niet. Maar ik kom zo snel mogelijk weer naar huis. Tot straks allemaal. Tot straks, papa. Terwijl papa Big naar kantoor is, gaan wij alle verjaardagsverrassingen klaarmaken. Eerst maken we een grote verjaardagstaart. We beginnen met boter en suiker en bloem. En dan een eitje erbij. En het belangrijkste van alles, de chocoladestukjes. Oeh. Mama Big maakt een chocoladetaart. Papa Big is dol op chocoladetaart. Nu ga ik dit roeren. Mama, mag ik roeren? Graag, Peppa. Peppa is dol op roeren. En George staat ook al klaar. Dank je, George. Nu is het genoeg geroerd. Zo, de chocoladetaart voor papa Big. Nu nog even laten bakken in de oven. Mama, mag ik de lepel aflikken? Ja, jij mag de lepel aflikken en dan krijgt George de kom. Yippie! Peppa en George zijn dol op chocoladebeslag. Arme papa Big, nu mist hij alle lol. Mama, mag ik papa op kantoor bellen en hem feliciteren? Dat is een heel goed idee. Dit is het kantoor waar papa Big werkt. Hallo, met meneer Konijn. Mag ik misschien met papa Big spreken? Het is voor jou, papa Big. Het klinkt belangrijk. Hallo, u spreekt met papa Big. Fijne verjaardag, papa! Gefeliciteerd! Dank je, Peppa. En niet te laat thuiskomen, papa. Tot straks. Tot straks. Gefeliciteerd, papa Big. Dank je wel. We hoeven nog maar één ding te doen voordat papa Big thuis komt. Ja, papa's verjaardagsverrassing. Shh, George. Niet vergeten, het is een geheimpje. Peppa en George dragen een emmer met water. En mama Big heeft allemaal ballonnen. Ik vraag me af wat die verjaardagsverrassing voor papa Big is. Papa is thuis! Snel, gauw terug naar huis. Papa Big is klaar met werken. Hartelijk gefeliciteerd, papa Big! Bedankt hoor, jongens. Wauw, wat een hoop kaarsjes zeg. Omdat je al zo heel erg vreselijk oud bent, papa. Je moet wel al je kaarsjes uitblazen in één keer. Ik ga mijn best doen. Hoera! En hier is je verjaardagscadeau. Dank je wel. Nieuwe laarzen. Fantastisch. Meteen proberen. Peppa, George en mama Big hebben hun laarzen aan. En papa Big heeft zijn verjaardagslaars aan. Hij heeft een klein modderpoeltje gevonden. Eens kijken of deze laars wel goed zijn. De modderpoel is iets te klein voor papa Big. Ik heb toch liever een grote poel. Kom dan maar even hierheen, papa Big. Oeh, wat is dit? Dit is jouw speciale verjaardagsverrassing. Wat zijn die twee van plan? Een grote modderpoel, papa. Fantastisch. Mijn verjaardagslaarzen zijn perfect, hoor. Willen jullie er soms ook in mijn verjaardagsmodderpoel? Papa Big is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen.
Dit is de leukste Kriade van mijn leven. Thank you.